Er werd hard gewerkt tijdens de natuurwerkdag zaterdag. 14.259 mensen zaagden, snoeiden en ruimden op. In Almelo gebeurde dat op twee locaties. Natuurvriendenhuis Krikkenhaar en bij scouting het Twentse Ros aan het kanaal Almelo-Noordhorn. Daar waar eens camping De Pooksbelte was. Landschappen NL, initiatiefnemer van de werkdag, benadrukt dat de belangeloze inzet van vele duizenden mensen voor natuur en landschap onmisbaar is om onze leefomgeving blijvend te kunnen beschermen. Ja, vandaag zijn we bezig in het kader van de Nationale Natuurwerkdag. Ja, dus elk jaar is dat op de eerste zaterdag in november, dit jaar op 4 november. En zijn we in het bos bij Krikkenhaar, bij het Natuurvriendenhuis, zijn we bezig om daar in het bos aan het werk te gaan. Ja. Onze vaste bosploeg die begeleidt vandaag alle mensen die hier aan het werk zijn. Ja, en verder hebben we een heleboel vrijwilligers die zich hebben aangemeld vandaag om hier aan het werk te gaan. We zijn vandaag in totaal met, ik denk zo'n 30 mensen zijn we hier aan het werk. Wij doen aan Natuurwerkdag en dan gaan we allemaal dingen in het bos doen, opruimen en ja. Maar ik zie jullie toch wel met gevaarlijke werktuigen aan de gang. Hakken en zagen, mag dat maar zo? Dat mag alleen als je een insigne hebt. Hier. Aha. Hier zijn mijn insignes. Deze is voor hakken en stoken. En maar hoe krijg je dat insigne? Dan moet je eerst iets doen. En dan als je het goed hebt gedaan, dan krijg je je insigne. Ja. En zeg, heb jij ook al van die insignes? Nou, ik ben net nieuw bij de scouts. Ik ben net overgevlogen, dus ik heb ze nog niet. Alleen je krijgt wel eerst instructies van hoe het moet. Ja, we zijn van Twents Ros en we hebben hier het hele stuk takken hebben hier weggehaald. We hebben proberen het hele pad een beetje open te maken, zodat je makkelijker hier kan lopen en het minder dicht is. We hebben vorig jaar hebben we de sloot uitgegraven. En dan doen we meer dat soort dingen, zoals vuil uit de bos halen en ook hier nog omgeving. Hard werken zorgt voor een gezonde eetlust en daar werd op het Krikkenhaar zowel als bij het Twentse Ros ruimschoots in voorzien.